dichtheid, als ik eerlijk wil vergelijken wat zwaarder is. Ik heb hier lood en aluminium. Zou ik zeggen, ja, als ik het op een weegschaal leg, het is ongeveer even zwaar. Maar ik weet toch dat lood eigenlijk wel zwaarder is. Dus ik mag het niet zomaar wegen. Om eerlijk te vergelijken wat zwaarder is, wordt de term dichtheid gebruikt. En hoe krijg je die? Als je de massa deelt door het volume. Dus de massa deelt door het volume, heb je de dichtheid. En er worden lettertjes voor gebruikt. Rho is m gedeeld door v. Dus die m is de massa, die v is het volume en die rho is de dichtheid. Als we die nou als volgt invullen, gram bij de massa, kubieke centimeter voor het volume, dan wordt de eenheid van dichtheid gram per kubieke centimeter. En dat betekent, heb ik bijvoorbeeld een blokje aluminium, ja, dit is plastic, kan ik zeggen plastic, is de dichtheid misschien 0,1 gram per kubieke centimeter. Heb ik aluminium, dan is die 2,7 gram per kubieke centimeter. IJzer bijvoorbeeld 7,9, goud 19,3 gram per kubieke centimeter, erg zwaar, zeg maar. Dus met dichtheid kun je eerlijk vergelijken wat zwaarder is. Nou, aluminium heeft een dichtheid van 2,7 gram per kubieke centimeter. Ik heb bijvoorbeeld opschrijven, rho al is 2,7 gram per kubieke centimeter. Ik ga de dichtheid dus bepalen van dit blokje. Nou, wat ik doe, is ik ga dus het volume bepalen, dus een balk met lengte, breedte en hoogte. En ik ga hem wegen om het aantal grammen te krijgen. Nou, ik schrijf de gegevens even op. De lengte heb ik daar bepaald, maar niet duidelijk wat de lengte is. Meestal is de lengte langs de zijde. Je gaat ze toch keer elkaar doen. Dat is 4 centimeter. De breedte had ik 1,5 en de hoogte 2. Dus de lengte is 4 centimeter. De breedte 1,5 en de hoogte 2. Die zouden ze eigenlijk gewoon mogen omdraaien. Als maar overal centimeter staat in dit geval. Nou, gevraagd is de dichtheid, gevraagd de rho. Ik kan opvangen welk materiaal, waar is die van gemaakt? Nou, bij de oplossing. Rho is m gedeeld door v, massa gedeeld door volume. Maar volume heb ik nog niet, dus ik reken eerst het volume even uit met l keer b keer h. En dan wordt het volume dus 4 keer 1,5 keer 2. Is 12, even kijken, 4, 6, 6 keer 2, 12 kubieke centimeter. Nu wil ik de dichtheid hebben. De dichtheid is de massa gedeeld door het volume. Dus ik zou hem nou hier kunnen invullen even. De dichtheid is de massa gedeeld door het volume. Hey, de massa moet ik nog bepalen. Dus ik ga hem even op een weegschaal leggen. En dan geeft die weegschaal aan 33,1 gram. Dus eigenlijk is dat ook ingegeven. De massa is 33,1 gram. Nou, nu krijg ik als dichtheid uit. Massa bepaald naar een weegschaal, gedeeld door volume, lengte, breedte, hoogte. 2,8 gram per kubieke centimeter. Als je nou de dichtheid gaat opzoeken in een tabel, zie je daar staan dat dat 2,7 is bij aluminium. Dus die stof zou aluminium kunnen zijn. Nu wil ik de dichtheid van dit materiaal weten, een onregelmatige vorm. Wil ik weten waar die van gemaakt is. Nu kan ik niet lengte, breedte en hoogte doen. Wat ik wel kan doen is mijn maatcilinder vullen met water. En ik lees mijn beginstand af, 50 milliliter. Dus mijn beginstand van het water, zonder een voorwaarde in, is 50 milliliter. Dus volume aan het begin is 50 milliliter. Nu ga ik het voorwerp onderdompelen door bijvoorbeeld aan een haakje te hangen en dan in het water te doen. En als je hem dan afleest, kun je de eindstand aflezen. En dan lezen we af 54 milliliter. Dus het volume op het einde met je steen erin is 54 milliliter. Nou, voor de dichtheid hebben we ook de massa nodig. Dus wat je dan doet, is je legt hem op een weegschaal. Dat is alleen niet slim, want nu is hij nat en dan moet je hem gaan afdrogen, anders wordt je weegschaal nat. Dus eerst de massa bepalen is een beter idee. 43,2 gram is de massa, dus ik zet hem bovenaan. Denk eraan bij een practicum. Nou, gevraagd, dit zijn je gegevens. Gevraagd, wat ik het af, de dichtheid, de rol. Nou, bij de oplossing, dichtheid is massa. Massa gedeeld door volume. Alleen heb ik het volume nog niet.
Maar dat is dus gewoon hoeveel het water stijgt. Dus bij de oplossing krijg je volume, dus je eindstand min je beginstand, 54 min 50, dus is 4 kubieke centimeter. Waarom kubieke centimeter? Hier staan milliliters, maar een milliliter is een kubieke centimeter. Dus voor vloeistoffen gebruik je milliliters en voor vaste stoffen kubieke centimeters. Nou, nu is de dichtheid, rho, m gedeeld door v. Dus 43,2 gram gedeeld door 4 kubieke centimeter. En dat is 10,8 gram per kubieke centimeter. Wil ik nou weten welke stof dat is, pak ik de tabel erbij met dichtheden. En dan zie ik 11,3 staan. En dan is dat bijvoorbeeld het blokje lood. Lood zwaar, dus een vrij grote dichtheid. Nu heb ik geen weegschaal en dan wil ik de massa hiervan gaan bepalen. Nou, er staat bijvoorbeeld dat het messing is, de stof. En dan kan ik in ieder geval al de dichtheid opzoeken van messing. Bijvoorbeeld 8,5 gram per kubieke centimeter volgens mij. Nou, de lengte, breedte en hoogte, die zijn ook bekend. Dus de lengte is bekend, de breedte is bekend en de hoogte is bekend. 4 centimeter bij 1,5 bij 2 centimeter. En de vraag is, wat is nou de massa? Nou, dan zou je je formule moeten gaan omschrijven. Dus wat we nou gaan doen, is de formule voor dichtheid omschrijven. Even kijken, hoe kunnen we dat het beste doen? Rho is m gedeeld door v. Die formule heb je net geleerd. Daar schrijf ik getalletjes bij, zodat het klopt, wiskundig gezien. 3 verschillende getallen. 2 is 6 gedeeld door 3. En waarom doe ik dat? Ik kan daar namelijk aan zien, als ik de formule voor de massa wil hebben, die staat op deze plek, dat die 6 alleen maar 3 keer 2 is, of die 6 is 2 keer 3. Dus de formule voor de massa, 6 is 3 keer 2, is volume keer dichtheid. Of de massa, als je naar de getallen kijkt, 6 is ook 2 keer 3, is ook rho keer v. Dus dat is hetzelfde uitkomst. Nou, massa is volume keer dichtheid. Het volume is lengte keer breedte keer hoogte. Dus 4,5 keer 2. Dus het volume is weer net als net 12 kubieke centimeter. Schrijf die berekening even op. En de dichtheid is 8,5 gram per kubieke centimeter. Wat krijgen we nou uit? De massa uiteraard in gram of kilogram. 102, dus de massa is 102. Nou, hier staat kubieke centimeter, daarop onder de deelstrip die valt weg. Hier staat gram, dus 102 gram komt eruit. Dus dit is een voorbeeld met de formule massa is volume keer dichtheid. Laatste voorbeeld. Stel je voor, je hebt een cilinder, 10 centimeter lang en een straal van 4 centimeter en de massa is 100 gram. Hoe kom je dan in de dichtheid? Nou, dichtheid is weer massa gedeeld door volume. En wat je nu moet weten is, ja, de massa is gegeven, 100 gram. Het volume van de cilinder, hoe reken je dat uit? Dat is dit oppervlakje keer die 10 centimeter. Nou, dat oppervlak heet die doorsnede, dus niet de diameter, dat is pi. Keer r kwadraat maal de lengte of maal de hoogte. Nou, die pi, die staat op je rekenapparaat. Bij de EXP-toets staat het pi, dat tekentje. Dat is 3,14. Dus duw je die in en dan op het s-teken. Dan zie je dit staan. 3,14 keer de straal van de midden tot de zijkant in het kwadraat. En dan moet je keer de lengte of de hoogte doen. En dan zie je het volume is 503 kubieke centimeter. Dit is voor HAVO en VWO. Nou, dan is de dichtheid de massa gedeeld door het volume. En dan krijg je 0,2 gram per kubieke centimeter uit. Een hele lichte stof, dus zeg maar, zou bijvoorbeeld kurk kunnen zijn. Nog eentje voor HAVO VWO. Ik wil het volume weten van 2 kubieke decimeter goud. Eens even kijken. Dus gegeven, wat is het bekend? Het is goud. De dichtheid die is bekend. De dichtheid van goud is 19,3 gram per kubieke centimeter. Houd er rekening mee als je een bank behoeft, sterke keels meeneemt.
Nu zie ik twee. Nee, dat is. Deze is een stomme vraag. Ik wil dat de massa weten. Dus de massa. Maar er stond een antwoord daar al beteeld. Massa van 2 kubieke decimeter goud. Nou, de dichtheid. Die is 19,3 gram per kubieke centimeter. En het volume is 2 kubieke decimeter. Nou, nu moet ik daar ook kubieke centimeter van maken. Een kubieke decimeter. Die is 1000 van die. Hè? Past er 1000 keer in. Dus, het volume is 2000 kubieke centimeter. Gevraagd. De massa. Nou, net hebben we geleerd. De massa is volume keer dichtheid. Dus we doen 2000 kubieke centimeter keer 19,3 gram per kubieke centimeter. De eenheid hoeft niet per se hier erachter. En dan is de massa 38.600. Hier een punt, geen komma, gram, oftewel 38,6 kilogram. Je had het ook anders kunnen doen. Je had kunnen zeggen, de dichtheid van goud is 19,3 kilogram per kubieke decimeter. Dat is namelijk hetzelfde getal. 19,3 kilogram voor een kubieke decimeter. Namelijk 1000 keer meer volume, dus ook 1000 keer meer massa. En dan blijft je getal hetzelfde. En dan vul je volume ook in, een kubieke decimeter. Nou, we hebben hier 2 kubieke decimeter. En dan krijgen we massa is volume keer dichtheid. Dus wat ik nou ga doen, is hem anders invullen. En dan wordt het, massa is 2 kubieke decimeter keer 19,3 kilogram per kubieke decimeter. En dan heb je in één keer de kilogram uit, 38,6 kilogram.